Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Voor de Pinksterbloemprijs, tweede heat. Deelnemers stellen zich op achter de vleugels van de startauto. En bij het startvrij nog altijd groot favoriet. 1,60 euro, paard nummer 1. Freedom Fighter en John De Leeuw. Nog 100 meter. Vijftig meter nog. De start is gevallen. Paarden onderweg. Super start daar aan de binnenzijde voor paard nummer 2, Contes ter Zijpen. Die neemt het veld op sleeptouw. Waar is de favoriet? Vijfde paard aan de binnenkant. Maar zeker nog niet in de gelegenheid om het tweede spoor op te zoeken. Want dat wordt op dit moment afgedekt door Johan Kloppenburg met zijn nummer 5, Coolcraft. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune vooraan. Terwijl Coolcraft wegspringt. En dan is er waarschijnlijk gewonnen spel voor Freedom Fighter. Dat was het belangrijkste moment in deze koers. Vooraan uitgeschakeld nummer 5, galop. John De Leeuw die nu een prachtige koers op maat gaat krijgen achter zijn favoriet. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. Hoog tempo in de beginfase gedicteerd door Contes ter Zijpen en Manon Sloof. Heeft een halve lengte op aan de buitenzijde Everglide Rapida. Die krijgt hem dus bepaald niet cadeau. Binnenzijde Diana Boko, die wel. Maar daarachter in het tweede spoor heel waakzaam die favoriet paard nummer 1 Freedom Fighter. Achter Freedom Fighter Cita Select. Ook die heeft een goede beginfase gekend met verder weg dan Albert H. Achter Albert H volgt aan de relingzijde Kees Imming. Kees actief met Sarah Blue Lobel en achter deze paarden in tweede spoor Brainwave. En op de laatste plaats met aansluiting paard nummer 9 Iris Stoff Blue. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En daar acht John De Leeuw de tijd rijp om iets te doen aan het toch redelijk rustige tempo aan kop. Hij gaat drie dik ter aanval met Freedom Fighter en strijkt zo dadelijk neer naast de twee koppaarden. Dat zijn aan de binnenzijde Contes ter Zijpen en in het tweede spoor daarnaast het nummer 4 van Everglide Rapida. Ja, dan wordt het toch nog wel even spannend, want hij moet er echt voor vechten aan de buitenkant. En heeft daar een moeilijke bocht, die favoriet Freedom Fighter. Maar drukt toch door aan de buitenkant en is inmiddels naast de koploper gekomen en lijkt er nu ook bijna overheen. Maar Contes ter Zijpen, die wil nog altijd van geen wijken weten. En daarachter krijgt Diana Boko nu een vrij spoor. Cita Select komt zo dadelijk vrij. En zo krijgen we toch wel een serieuze strijd als we afkoersen op de laatste bocht. Waarbij de favoriete koers nog zeker niet gestolen heeft. Het is aan de binnenzijde Contes ter Zijpen. Aan de buitenzijde daarnaast Freedom Fighter. Daarachter Diana Boko. Frans van der Blonk in een zetel. Het kruidkurk droog. En die moet dan zo dadelijk er toch overheen wapperen, zou je denken. We komen in de laatste rechte lijn. Drie paarden strijden om de overwinning. Contes ter Zijpen, maar daar komt hij dan toch een keer op karakter. Freedom Fighter, erop, erover. Wat een paard, wat een rijder. De 1, de 2, de 3 en de 9 van een andere planeet. Net geen derde.